Dus Vic is vertrokken voor 7 weken naar Love Island. Super rot. De nieuwe Dyson is toegekomen. Ik heb ineens super dikke lippen. Dus dat is echt leuk. Mijn kamer is helemaal opgeruimd. Echt insane. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag maandag en ik heb een iets minder... Goedemorgen. Ik ben vanochtend Vic gaan moeten afzetten in de luchthaven en ik word gewoon weer emotioneel. Dus Vic is vertrokken voor 7 weken naar Love Island. Super rot. Gewoon rot. Ik moet zo mij zo emotioneel te doen. Dus heel raar. Voor degenen dat dus long distance relationships hebben. Zeker proficiat, want ik zou het echt niet kunnen. En ja, ik heb het er gewoon moeilijk mee, omdat we elkaar wel echt veel zien. En we zijn veel bij elkaar en wij doen superleuke dingen. En het is nu ook zo zomer, dus ik ga mijn familie ook op vakantie deze week. En ik wil gewoon heel graag dat jij erbij kon zijn. En dat gaat dus niet nu. Dus dat is echt heel jammer. En dat is voor hem ook natuurlijk niet zo leuk, want hij moet nu heel de zomer werken. Maar... ik ben wel blij voor hem, want hij doet dat ieder jaar super goed. En ja, Victor is gewoon een super top presentator. Dus ik geloof echt dat hij het goed gaat doen. Ik ga ook elke aflevering kijken, want ik ben echt super benieuwd. Dus ja, ik denk wel dat de tijd echt snel gaat gaan. Dus ik ga hem ook daar bezoeken. Dus komt zeker in orde. En nu ga ik stoppen met emotioneel te doen. Want we zijn uiteindelijk... begonnen aan een nieuwe weekvlog, dus jee, kei leuk. Deze week staat er niet zoveel bijzonders op de planning. Dus misschien wordt het wel een heel saaie vlog, I don't know. Maar wij vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk. En ik ga dus mijn valies moeten inpakken. Ik ga hier ook al mijn kleren en zo alles opruimen. En dan komt er donderdag een wardrobe organizer. En die komt eigenlijk heel mijn klerenkast gewoon reorganiseren. Wat dat dus super... nodig is, eerst en vooral, want ik vind gewoon niks meer terug en het begint echt messy te worden. Dus die komen donderdag vanuit Amsterdam en zij komen van 9 tot 5, dus een hele dag mijn closet uitkuisen. Dan moet ik deze week ook nog naar de Ivana, want ik moet al de drank gaan halen waar die van gedronken is, naar huis brengen. Want ja, die staat daar dan gewoon, dus ik moet dat meenemen. En daarna moet ik ook naar Atelier XC, want ik heb dus 2 jurken nodig voor 2 trouws in augustus. Dus 2 goede vriendinnen van mij gaan trouwen. Ook leuk. En ja, dan moet ik nog voor mijn wenkbrauwen gaan, mijn tenen. Dus allemaal zo dingen dat ik nog moet doen om, voordat ik op vakantie vertrek, want mijn tenen zien er ook echt niet uit. Ik ga straks ook voor een facial gaan, voor al mijn poriën uit te kuisen. Dat is ondertussen nu wel echt 3 maanden geleden. En ik krijg hier zo terug last van... ja, zo onderhuidse poriën dat verstopt zitten. En dat vind ik echt niet chill gewoon. En daarna moet ik gaan sporten om 7 uur. Dus that's the plan for today. Ik ga denk ik... dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet of ik de eerste week van onze vakantie ga vloggen. En normaal zou ik dat niet doen. Normaal zou ik altijd vloggen, want ik vind dat gewoon heel leuk. Maar... ik heb wel zoiets van, ik ben nu 2 weken, alleen nu hebben wij 2 weken onze familievakantie. En ik denk dat ik 1 weekje ga vloggen en 1 week niet, omdat ik wel ook gewoon echt van mijn vakantie wil genieten met mijn familie. Dus ik wou jullie dat even toch zeggen in deze vlog, dat het niet lijkt dat ik ineens geen vlog upload. Dat zou gewoon raar zijn. Dus ik wou even zeggen dat dat dus de reden is dat ik wel gewoon 1 weekje ga vloggen en die dan ga uploaden. Ik zou zeggen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb mijn auto net geparkeerd en ik ben aan het wandelen naar mijn training. En ik heb dus net mijn facial gehad en mijn gezicht ziet
heel rood, want ze heeft daar wel fel op moeten drukken om de ciborium, ja, alles eruit te halen. Dus nu ziet mijn skin er niet zo heel goed uit. Maar vanaf morgen heb je dan wel weer zo'n glowy effect, dus dat is wel nice. Omdat het gewoon nu wat geïrriteerd zit als je er zodanig op zit te drukken. Dus ja, ik heb echt zin om te sporten. Ik voel mij super actief. Ik heb heel veel fit. Sommige dagen heb ik echt totaal geen zin, maar nu wel. Dus I'm ready to go. Dinsdag en ik heb vandaag allerlei boodschappen te doen. Ik moet straks naar de droogkuis gaan. Ik moet voor Happy ook eten gaan halen, want zij heeft iets van korrels meer. Dus ik ga zo meteen naar Gent voor mijn kleedjes voor de trouw in augustus. Daarna moet ik naar Antwerpen, want ik moet nog op Devanna heel wat drank gaan halen dat er nog staat. Daarna moet ik snel voor mijn nagels gaan. Ik had normaal vanochtend een afspraak. Ik ben dat compleet vergeten. Dus daar moet ik ook naartoe om 1:30. En nadien moet ik dus voor mijn mama nog heel wat boodschappen gaan doen. Ook kleren gaan ophalen bij de droogkuis. Dat dus klaar zijn om mee te pakken op vakantie. Ik heb geen tijd om ontbijt te maken. Dus ik ga gewoon een Danone yoghurtje eten. Zo ziet hij eruit. Het is magere yoghurt, maar ik vind die super lekker. Ik eet er normaal 2, want 1 vult mijn maag niet echt mega. Ga ik ook wat water nemen voor onderweg. Dus ja, dat is de planning voor vandaag. Dus niet zo super boeiend misschien. Maar ja, ik heb nog veel te doen vooraleer dat we op vakantie vertrekken. Ik ga nu vertrekken. Ik moet er nog een brief in doornemen van Douglas. Dat ik straks moet posten. Dus ik heb keileuke productjes gekregen. Ik zal ze straks ook even tonen. En ja, voilà. Ik ga nu vertrekken naar Gent. Net toegekomen in Gent voor kleedjes te passen. Oh, ik moest nog een doos mee pakken met andere jurken in. Oké, die ga ik straks even halen dan, voordat ik dat vergeet. En ja, ik ga de kleedjes nog niet tonen, want ik wil dat het nog een surprise blijft. Het is pas voor in augustus. Hey, alles goed? En met u? Goed, sorry. Geen probleem. Nee. Welkom. Ik ben al aan het kijken of er iets tussen zit. Ik ben net terug thuis. Het is ondertussen 5:00. Ik ben voor mijn nagels geweest, maar ik heb even handschoenen aan omdat ik de eentjes eten aan het geven was. En ik had een petje voor Lucas. Graduation petje. Want, maar waar ligt het? Oké, ik heb het petje gevonden. Dit is het petje. Met zo kort aan. Ik kan het niet meer. Dus ja, de jongste in huis heeft zijn diploma gehaald. En ja, moet toch gevierd worden, nee? Je ziet me al in de verte en ik denk zo, what the fuck is jij weer gekocht? Ik heb trouwens 2 kleedjes gevonden deze ochtend. Het is, één is een gewoon effe met een kleur. Ik kan nog niet zeggen wat. En het andere is zo meer wat glitter en glamour. Iets goud. Dus tada! En dat is een afstudeerhoedje. Ja, gelijk in Amerika. Ja, je moet wel je dingen afdoen, hè, pet. Maar dat is zo lelijk. Dat is echt lelijk. Waar heb ik dat besteld zelf? Heb je dat besteld? Ja. Dacht dat van vroeger was? Nee. Kijk. Okay. Dat lintje. Allee, kom. Vind je het wel een tof cadeau? Oh, zeg, allee. Je moet dat in de lucht toch smijten? Ja, maar normaal moet je dat pas doen als iedereen graduate, hè. Als iedereen... Maar ik ben de enige. Ja, dat is waar. Woe!
Het is wel tof, hè? Dank je, Sarah, voor deze leuke verrassing. Ik ga het op mijn kamer zetten. Ja, zet het maar op je kamer. Dus we zijn allemaal... Allee, ik ben allemaal onze drank nog gaan halen van op de Ivana. En ik ben het gaan binnenzetten. Nee, en Lucas is gewoon aan het helpen met alle drank nu op te ruimen. Ja, jij bent toch aan het helpen? Ja, ik heb alles wel naar hier gebracht. Oké, waar is Happy eigenlijk? Ik niet weet. Oh nee, die is toch niet meer weggelopen. Jawel. Oh my god. Het hoort zo lopen. Die is weer weggelopen. Oké, kom, actie. Kan dat die nu weer wegloopt? Komt je mee zoeken? Ja, Happy loopt dus altijd weg als die deur hier open staat. Die zit dan altijd op straat, is gewoon levensgevaarlijk. Dat jij rijden toch aan doen. Ja, dat is ons hondje. Kom eens hier. Wat ga je doen? Kom mee. Kom. Kom hier, kom. Kom. Maar is het zo'n deugniet? Kom mee. Ik ben in mijn badkamer. Ik heb iets anders aangetrokken even. Ik heb dus daarnet even alles opgeruimd in de keuken, want het was gewoon een totale chaos. Ik heb mijn camera even te goed zetten trouwens. Maar ik ben dus begonnen met mijn summer bag, mijn beauty essentials, mijn producten, mijn essentiële producten, dat ik dus elke zomer of elke vakantie gewoon in mijn make-up bag moet hebben of in mijn beauty bag. Dus ik heb een paar producten ontvangen van Douglas en ik koop zelf heel veel bij hun omdat ze gewoon super snel leveren. Ze hebben kei aangename winkels om te gaan shoppen en ik hou gewoon van make-up en ik ben er eigenlijk aan verslaafd en ik koop gewoon super veel op vlak van beauty. Dus ik ben echt kei blij met wat ik heb ontvangen. Dus ja, ik toon jullie even hoe dat ik mijn summer bag klaarmaak voor ja, deze week te vertrekken. Ik heb dus eerst en vooral een super leuke beauty case ontvangen van hun. Het is van het merkje N-U-O-R-I, dus Nouri. En er zit dus, wat dat heel leuk is, een kleine transparante bag in. Wat dat dus heel handig is voor op strand mee te nemen, waar dat je dus make-up kunt insteken of ja, anything else, what you like. Dus zo ziet die eruit. Echt super makkelijk. En dan ga ik nu ook mijn productjes tonen. Ik vind dat dus super makkelijk om gewoon echt een organized bag te hebben, zoals deze. Dat er hier ook vakjes zijn voor bijvoorbeeld borstels in te steken. En dat er ook een vakje apart is voor andere allerlei dingen in te steken. Als eerste heb ik een van mijn favoriete zonneproducten, dus voor sunscreen van Colistar. Deze is dus een stick, factor 50. En die gebruik ik altijd voor mijn gezicht, omdat ik dat heel belangrijk vind om mijn gezicht gewoon ook heel goed in te smeren. Daarnaast hebben we een van mijn favoriete droogshampoos van Baptiste. Die ziet er zo uit en dus heel makkelijk, want dat is dus een travel size. En ik vind dat gewoon makkelijk om dus kleine formaatjes mee te pakken, want je hebt niet zo'n bus nodig voor een paar dagen weg te zijn. Dus dat is wel heel makkelijk. Dan hebben we van Sunkist hebben we een zonnecrème. Deze is vegan. En hij ruikt super lekker. Ik heb er net al geroken. Ja, ik hou gewoon van deze geur. I really like it. Nadien hebben we een van mijn favoriete maskers van Glam Glow. En dat is dus zo een zilveren structuur. Ik heb hem hier ook liggen in mijn kast. Ik zal het even open doen, zodat jullie het kunnen zien. Je moet er dus een paar minuutjes op laten. En dan kun je het masker eraf trekken. Dus dat verhardt helemaal. En dan neemt dat dus al ja, de vuiligheid van je gezicht eraf. Dus dat is echt top gewoon. Yay, ik heb het opengekregen. Dus het is zo een achtig masker. Dan moet je dat dus op je gezicht doen. En dan eraf halen na een paar minuutjes. En dat is gewoon echt super goed masker. En het ruikt echt heerlijk. Deze gaat sowieso ook mee in mijn bag. Dan hebben we van Douglas een kokosnoot handcream. Deze heb ik al eerder gebruikt. En dit vind ik ook echt een must-have om mee te nemen. Aangezien dat ik soms last heb van droge handen. Dus dat is wel echt een goeie voor mij. Deze van Bobbi Brown.
Flawless Powder. Dus dat is ja, een finishing powder. Dus na je foundation is het de bedoeling dat je deze powder ja, boven je foundation aanbrengt. En daar heb je dus een borsteltje voor nodig. En er zit dus ook een klein borsteltje bij. Zo'n kleine patch. En dan ga ik het gewoon ineens ook uittesten. En deze gebruik ik voor als ik een vettige huid heb, wat daar ik dus nu ook terug last door heb van de warmte, dan gebruik ik die powder. En ik vind die gewoon epic. Dan hebben we van Nuxe ook een heel leuke, een body spray met een parfumtje in. En ik ga hem nu even eens op mijn arm testen. Wauw. Oh, die ruikt ook super lekker en die heeft zo'n fris zomergeurtje. Dus perfect voor op vakantie. Dan hebben we van Bondi Sands, Shimmer One Day 10. Dus dat is eigenlijk een shimmer dat je op je body smeert en dan na een dag vervaagt dat of verdwijnt dat. Dus je kunt dat er zo afwassen. Wel heel leuk, dus als je een tan wilt, very quick, is deze echt een goeie. Dan hebben we van Givenchy een parfumtje. Het is deze. En ik heb die gekozen omdat ik die ook al eerder had gebruikt. En het is een roller. Super handig. Dan kan ik het gewoon zo in de nek doen. Heerlijk. Ja. Love de geur. Dan hebben we van Too Faced twee productjes. Eén is een lip injection. Het is geen lip injection. Maar daar krijg je dus plumpy lips van. Dus dit zorgt er eigenlijk voor dat die lipjes iets voller gaan staan. En ik ga hem nu eens testen. Die textuur is ook heel goed. Dan hebben we ook van Too Faced een mascara. Dit is een before en after. Ook heel gek. En die ga ik ook eens over mijn andere mascara proberen. Want ik wil deze gewoon uittesten. Oh ja. Ja, heel, heel goede mascara. En die borstel is ook zo dik. Dat vind ik echt goed aan zo van die mascara's. Want ik hou ervan dat je echt zo een volledige goede laag mascara op hebt. Hele goede deze ook. Dus nu ga ik even alles in mijn bag steken. En wat dat dus ook top is, is dat dit allemaal travel size modellen zijn. Niet allemaal, maar wel zoals deze. En deze. En deze ook. Die ook. En dan het Glam Glow masker zijn dus allemaal ideaal om makkelijk in je zak te steken. Dus nu ga ik allemaal mijn kleine productjes hierin steken. Dus die ga ik ook even uit de verpakking halen, die van Colistar. Dus zie hoe een handige stick. Kun je letterlijk zelfs in je handtas meenemen. Deze gaat er ook in. Ik ga allemaal mooi sorteren. Mijn Glam Glow maskertje. Dan hadden we ook nog Baptiste. Dan mijn handcrème. Direct trouwens, die moet gewoon mee. Amai, ik voel het effect echt van deze lipgloss. Ik heb ineens super dikke lippen. Dus dat is echt leuk. Ja, deze is ook top. Dus ik heb al mijn productjes, kijk, hier klaargemaakt in mijn zakje. Hoe makkelijk. Ziezo, die kan er al straks in. Ziezo, al mijn productjes raken er gewoon in. Die andere ga ik wel apart meenemen in mijn handbagage. Omdat dat dus gewoon super compact is. En ja, dat mag gewoon door de security scan. Dus ja, mega chill. Die nemen we mee. Ik heb gewoon mijn make-up bag helemaal klaar. Ik ben super tevreden met deze productjes. Echt heel blij. En deze make-up bags. Die zijn keihandig. Deze producten zijn dus allemaal verkrijgbaar bij Douglas. Dus die kun je ook allemaal online bestellen. Dus ik zou zeggen, ja, probeer ze zeker eens uit. Want het is zeker de moeite. En nu heb ik ook getoond wat dat toch mijn favorietjes zijn om mee te nemen. Zoals een maskertje. Een droogshampoo neem ik altijd mee. Ik kan echt niet zonder droogshampoo. Lipgloss en mascara, of course. En dan die Tanning Glow van Pondy Sands is echt super goed. Dus zeker een aanrader om eens te kijken op Douglas.
Good morning, we zijn vandaag donderdag en zometeen komt de wardrobe organizer bij mij thuis langs voor mijn dressing helemaal te cleanen, te organizen. En ja, ik ben heel benieuwd naar de after result, want ja, nu is er enkel nog een before. En ja, het is echt wel nodig, dus ik ben zeer benieuwd wat dat ze allemaal gaan doen vandaag. Ik heb twee powder brows laten zetten, omdat mijn wenkbrauwen zo zwaar aan het vervagen waren. Dus nu ziet het heel donker, ik zeg het gewoon maar. Dat jullie niet denken van, maar wat heeft zij gedaan? Maar dat heb ik dus gedaan en ik ben even vaseline naar aan het opsmeren, zodat het niet echt uitdroogt. Maar ik ben dus heel blij dat mijn wenkbrauwen terug gedaan zijn. Ik ga nu even mijn serums op mijn gezicht smeren en mijn crème. Nadien ga ik gewoon een beetje concealer en mascara opdoen en dan ga ik mijn haar een beetje stylen. En dan zijn we ready. Vanavond zijn zij klaar om 5 uur. En ik heb een afspraak om 6 nog in Leuven. Dat gaat 2 uurtjes duren ongeveer. En daarna moet ik dus nog mijn valies inpakken. Want ik heb alles hier echt weer op mijn zetel gelegd. Klaargelegd zoals iedere vakantie. En dus ik moet dat nu allemaal straks in mijn valies leggen. Dus ik heb hier alles opgehangen, want ik heb wel allemaal gestreken. Dat komt van de droogkuis. Dus anders gaat dat weer verrimpeld worden. Mijn schoenen staan daar allemaal, die dat ik wil meenemen. En ja, dit zijn bikinis al, maar ik moet er straks nog... Ja, ik heb echt nog niet alles gedaan. Dus dit ligt er al allemaal. Maar bon, wel echt nog wel wat werk. Dus oftewel ga ik dat nu doen als zij er zijn en als ze mij even niet nodig hebben. Oftewel ja, vanavond echt heel laat. En wij hebben 's ochtends morgen vroeg onze vlucht om, denk ik, 10 uur of zo. Dus, de wardrobe organizer, ik wou even hun Instagram page tonen. Want het is wel leuk, dus ze komen tot in België. Ze zijn gevestigd sowieso in Holland. En dan de UK en Dubai. Dus er staan heel veel video's en foto's op dat jullie kunnen bekijken van before en after. En ja, het is echt wel super cool. En zij doet ook bijvoorbeeld de keukens organiseren. Ik had zo gezien bij de Kardashians dat zij echt zo potjes organiseren met al hun eten in en zo snacks. Dat doet zij ook. En zij nemen dus ook alles mee, zo qua ja, pakjes. Kijk, bijvoorbeeld dit is een voorbeeld. Hier hebben zij zo in een fridge allemaal van die transparante bakjes gezet. Met dus allemaal ja, per product, dus yoghurt, bessen, water, echt alles. Dus dat is gewoon mega satisfying. If you want a kitchen or a fridge like Kris Jenner, you need to call them. Ja. Dus dit is een Instagram page. En daar zijn dus allemaal dingen op. Wat dat zij doen. Bijvoorbeeld hier. Dit hebben zij ook allemaal gedaan met die mandjes. Dit is een before trouwens. En dit is after. I mean, ja, gewoon een goede closet is gewoon heerlijk. Zij doen echt superveel van klerenkasten tot ja, keuken, badkamer. Dus ik ben heel benieuwd wat ze vandaag gaan doen. Oké, dus mijn dressing is net helemaal leeggehaald. Dus alles ligt in mijn salon. En ze gaan dus echt alles reorganiseren. Dus ik denk dat ze deze planken eruit gaan halen en dan anders gaan maken, zodat ik meer plek heb. Ik ben kei benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Het is zo raar in het lege dressing, want het is als echt helemaal propped geworden. Mega vreemd. Oké, ik moest even de poort open doen, want de nieuwe Dyson is toegekomen. Amai, ik ben echt, echt excited om hem uit te testen. En ik ga hem nu openmaken. Oh, het is een blauwe doos. Ik ben super cool. Want ik heb zo lang gewacht totdat die blauwe er was, dat ik die kon bestellen. En dat is uiteindelijk dus super tevreden. Wauw, kijk. Zo'n fluweel stofje. De doos is echt mooi.
Ik ben zo blij dat ik eens een andere kleur heb genomen, want mijn andere, mijn vorige, was een beige met goud. Dus dat was een beige doos. En deze is dus een andere kleur. Oké, dus ik zal even wat meer uitleg geven over de nieuwe Dyson, want er is wel heel wat veranderd. Er zit altijd een haardroger bij de Dyson. Dus die is veranderd. Hier heb je dus een kliksysteem. Zo en zo. Wat is dus het verschil bij deze? Deze gebruik je eigenlijk voor de flyaway part. Bij de Dyson haardroger heb je dus een opzetstuk waarmee dat je alle haartjes die in de lucht schieten eigenlijk glad strijkt met je haardroger. Maar dat is dus ook een droger. Dus als je ziet, kun je dit draaien en is dit ingeklikt, dan heb je de flyaway part. Dus dan zet je hem eigenlijk gewoon op de Dyson, hetzelfde systeem als altijd. En je gaat eigenlijk zo met je haar, zo, en dan pak je alle haartjes mee. Ik wil het zeker deze vakanties voordoen en jullie het kunnen zien. Door dit te draaien, kun je je haar drogen. Want hier komt dan lucht uit. Dus hiermee droogt je haar. Als je dat niet wilt doen, of je bent klaar met je haar te drogen, klik je terug in en dan kun je dit zo doen. En dan kun je je haar glad strijken. Dus dat is eigenlijk 2-in-1. En hij is echt veel krachtiger ook. Dus het is echt goed. Dan de barrels. Vroeger had je dus voor elke kant 1 barrel. Nu is dat dus veranderd. Je hebt dus 2 verschillende. Deze is iets voor dikker haar. Eigenlijk gebruik ik deze liever. Deze is iets voor dunner haar. Omdat dit minder haar kan pakken rond de barrel. Dit is zo nice, want je moet niet meer afwisselen van barrels. En je kunt gewoon de richting klikken. Is dit gewoon niet een waanzinnige uitvinding? Dus je kunt gewoon de direction kiezen hoe dat je curls wilt maken. Mega top. Dat is gewoon ook hetzelfde bij deze. Dus ze hebben eigenlijk alles veel efficiënter gemaakt en veel makkelijker om te gebruiken. De barrel, deze borstel, de föhnborstel is gewoon eigenlijk nog steeds hetzelfde. Er is echt een verschil in. En dan bij deze, zoals ik al zei, kan dus nu van rechts naar links swipen. Dat er veel meer lucht gewoon door kan en dat het sneller je haar droogt. Ik denk morgen vroeg dat ik mijn haar ga drogen. Dus dan ga ik die wel eens testen, denk ik. Want ik ben nog niet helemaal mee hoe dat je de haardroger moet gebruiken, dus deze. Maar bij Dyson moet je echt superveel testen en oefenen. Maar ik weet wel hoe dat ze het mij hebben uitgelegd dat dit de haardroger maakt en dit de flyaway part. Maar degenen die dat Dyson haardrogers kennen, die weten wel wat dat flyaway part is. Maar daar... maakt u haar gewoon heel mooi bijeen. Dus ja, ik ga nu verder gaan opruimen. Ik ben zo benieuwd hoe mijn kast er gaat uitzien. Ik ben heel blij dat ze zijn gekomen, echt waar. Mijn kamer is helemaal opgeruimd. Echt insane. Ik ga jullie even tonen hoe dat het er nu uitziet. Maar wat een verschil. Super goed gedaan gewoon dit. Ze hebben dus hier al mijn zomerspullen gehangen. Dus zwarte blazers, vestjes. Dan allemaal kleur. Dan hebben ze hier lounge sets allemaal gelegd met hun eigen kapstokken. En deze kun je dus ook bestellen op hun website. En het zijn dunne fluwelen kapstokken, super mooie trouwens. En ze zijn heel dun, waardoor dat je eigenlijk meer in je kast kunt hangen. Dus ja, gewoon top. Hier heb ik al mijn jeansbroeken. Echt, I really love it. Dan hier ook allemaal mijn pulls. Super mooi gestapeld. En hier al mijn bags. Super goed gedaan. En dan allemaal zomerjurken. Hier tezamen. Dus echt, ik weet niet van welke jurk deze is. Ah, van de Zara. Ik wist niet dat ik deze had. Weird.
Dan allemaal hemdes, allemaal blouses, echt alles. Hier al mijn hakken, super mooi gesorteerd. Echt top gewoon, ik ben zo blij. Mijn handtas hier hand. Dan hier allemaal jurken voor in de zomer. Dus eigenlijk hebben ze nu al mijn zomerspullen hier gehangen. En we hebben dus aan de kant van de schuur nog allemaal dozen met winterkleren. Het verhaal is als volgt, dat ik eigenlijk mijn bureau wil omtoveren naar een dressing voor mijn winter. Dus ik zal nu even tonen wat ik daar juist mee bedoel. Maar dus hier is ook alles weg. Kijk, al de dozen, alles is weg. Alles. Ja, behalve dit. Dit moet ik straks nog passen, want ik denk dat ik dit ga meenemen op vakantie. Ja, mijn valies ligt hier met al mijn schoenen dat ik moet inpakken. Maar gewoon zie hoe clean dit is. Ook zo mijn handtasjes daar. Ze zijn zo top, I swear. Dan mijn bureau, ja, daar ligt ook nu wel wat dozen en rommel dat nog allemaal weg moet. Maar hier is dus de bedoeling, dat wil ik doen. Ik wil hier eigenlijk een heel groot rek maken in de muur. Mijn bureau gaat dan weg, want eigenlijk gebruik ik die niet echt meer. En dan willen we eigenlijk schappen maken met allemaal hangers op, waar ik al mijn winterspullen in leg. En dan ook mandjes bovenaan voor gelijk sjaals, mutsen. Dus ja, ik ga dat wel nog even bij mama bespreken, want ik weet niet of dat hij dat super nice gaat vinden. Maar ja, ik vind dat gewoon leuk om hier ook mijn winterdress in te hebben, want die bureau gebruik ik gewoon nooit. Dus ja, het zou gewoon zonde zijn dat ik er niets mee doe. En dus hier hebben we alles in bakken gezet. Dit zijn gewoon echt allemaal mijn winterkleren. Dus zij komen eind augustus nog eens voor ja, alles hier te doen qua winterspullen. En dan ben ik er ook aan het denken om dus echt een closet sale te houden met alle spullen. Want ik heb ook heel veel aan de kant geschoven dat ik niet meer aandoe. Maar wel superleuke items. Dus vandaar dat ik denk om een closet sale te doen. Dat jullie uiteraard dus ook kunnen shoppen. Maar dat moet ik nog zien wanneer dat we dat gaan doen. Want ik denk dat mijn mama ook wel haar kastjes moet uitkuisen. Want die heeft ook superveel als ze wilt verkopen. Dus het zou gewoon keileuk zijn om een closet sale te organiseren. Ik heb nu mijn afspraak. Ik moet echt nu vertrekken. Zij zijn ook net weg, die van de wardrobe organizer. Maar ik ben zo tevreden met het resultaat. Zij zijn echt top, top. En zij doen dus ook heel het huis. Dus van keuken tot badkamer, slaapkamers. Echt alles, alles. Dus I really love it. Ik heb dit pakje aan. Ik heb gewoon een pakje aan van Sandro. En daarbij heb ik een topje van de Zara aan. En mijn New Balance schoenen. Ik ga nu vertrekken en dan moet ik straks ook beginnen met de rest van mijn valies in te pakken. Dat is denk ik het belangrijkste. En ja, dan vertrekken we morgen op vakantie. Ik ben zo net begonnen aan mijn valies. Dit gaat allemaal mee. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. En ik krijg een migraineaanval. Ik heb al twee Excedrin is genomen, maar het helpt precies niet. Dus ik moet even doordoen, maar ik heb heel veel zin om mij even neer te leggen. Dat het, denk ik, erger gaat worden zo meteen. Ik ga subiet nog alles inpakken. En ik ga mijn camera even neerzetten, want ik ga natuurlijk ook tonen wat ik meeneem op vakantie. Dus, dit setje neem ik mee. Dit is van Zimmerman. Het is dus een shortje met een bijhorende top erbij. Dit heb ik wel echt al een tijdje. Maar ja, ik vind het gewoon echt een heel leuke top. Heel leuk setje. Deze jurk is van Litchi. Die ziet er zo uit. Het is wel een vrij open jurk. Maar ik hou gewoon de laatste tijd heel erg van paars. Ik vind dat gewoon een heel toffe kleur. Het is ook echt erg in de mode. Dan heb ik gewoon zo een even overhemdje mee van Missoni. En eigenlijk leg ik altijd meestal zo alles plat in mijn valies. Zodat er heel veel bij past. Allee, of inpast. Dan heb ik deze top mee. Dan moet ik ook wel zorgen dat ik mijn kaki shortje mee heb. Deze is van Gani trouwens. Dan hebben we deze top. Deze is van Dolce & Gabbana. Die heb ik twee zomers geleden in Saint-Tropez gekocht. Met deze rok bij. Dat is echt een heel, heel leuke set. Het is een lange rok trouwens.
Dus deze is ook altijd leuk om mee te nemen. Deze is wel dik, dus je moet zien dat hij niet te veel plaats neemt in mijn valies. Zo. Dan hebben we deze jurk van Zimmerman. Dat is een lange jurk, die heb ik wel al een tijdje. Dus dat is van, denk ik, een paar collecties geleden. Ga ik er zo in steken. En dus het handige is, door mijn kast vandaag helemaal te organiseren, heb ik zoveel spullen ontdekt dat ik eigenlijk niet wist dat ik had. En die lagen gewoon in mijn kast. Dan dit hemdje van Zimmerman. Ik heb heel veel van Zimmerman, ik hou gewoon van hun merk. En daar heb ik een bijhorende bikini bij. Oké, dus dan heb ik een kleedje. Dit is nieuw. Dit is ook van Zimmerman. En het is echt heel cute met zo'n open rug. En deze gaat ook mee. Deze is ook wel vrij dik, dus pakt wel wat plek in. Dit weet ik nog niet of ik ga meenemen. Daar ben ik eigenlijk over aan het twijfelen. Dan heb ik deze leuke jumpsuit van Missoni. En deze is dus vintage, want die heeft mijn mama nog een tijdje gedragen. Dus eigenlijk was die van mijn mama. Maar ik draag gewoon echt wel veel van mama. Zo oude spullen dat ze niet meer aandoet. Ja, giving clothes a second life. Deze jurk is van een heel goede vriendin van mij, van Chilam Toons. En die heb ik van haar gekregen voor mijn b-day. En deze is super leuk. Het is met allemaal zo verschillende kleurtjes. Die ga ik ook meenemen, want die is nu wel echt mooi. Maar ik neem altijd zoveel mee, maar uiteindelijk doe ik de helft niet aan. Dit ga ik ook meenemen. Dit is een wit topje. Altijd leuk voor op strand. Met een rok en een split. Dan hebben we dit jurkje. Van de Zara, die heb ik al een tijdje, maar ik vind die gewoon super cool. Dat is echt een going out dress. Dus die gaat ook mee. Dan heb ik ja mijn Prada top, mijn jeans top mee. En normaal had ik daar ook nog een rokje bij, maar ik denk dat die aan de andere kant van mijn valise zit. Dan hebben we een blouseje van Missoni met een bijpassend rokje bij. En daarbij heb ik ook een bikini, maar die moet ik nog in mijn valies steken. Dan hebben we nog een jurk van Missoni. Deze is een lange, die heb ik even geleden. Nee, die heb ik, sorry, vorig jaar gekocht in Portofino. Nee, sorry, in Amalfi, de Amalficus. Heb ik die gekocht, maar het zat even ver. Dat is echt een superleuke jurk. Ik vind Missoni echt superleuk. Dan deze rokje, shortje is van Balmain. Daarbij ga ik mijn witte top aandoen van Balmain, maar die ligt niet in mijn kast. Deze gele jurk is van Naked. Super cool. Dat heeft dus een open rug langs de achter. En vooraan is het helemaal toe met lange mouwen en het is echt een hele lange gele jurk. En daaronder draag ik altijd een bikini, maar die moet ik even gaan halen bij mama. Dan heb ik een wit topje, gewoon een effe wit topje van de Zara. Die gaat ook mee, maar ik zie net dat er nog een etiket aan hangt. Dus daar ga ik ervan aftrekken. Ziezo. Dan heb ik via Farfetch een kei leuke bikini gevonden. Van Zimmerman onder andere, met zo van die schelpjes aan. Heel tof. En het slipje ziet er zo uit. Daar moet ik ook de etiketten nog van afknippen. Zo ziet de slip eruit. Ga ik nu ook even doen, maar ik heb geen schaar erbij, dus dat is voor later. Ik denk dat dit het zo wat is. Ik heb mijn andere deel ook al. Ja, ik denk dat ik nog een paar zaken ga inpakken. En dat ik dan eigenlijk klaar ben. Zo qua beauty spullen. Ja, ik moet eigenlijk wel echt mijn boob tape nog hebben. Want mijn boob tape gebruik ik wel echt veel. En dat is deze van Litchi. En ik heb die in drie kleuren. Dus ik heb die in wood, dat is de naam.
Het is eigenlijk zo wat bruinachtig. En hier staat ook op hoe dat je ze kunt aanbrengen. En die kunt je dus bestellen op Litchi. Of via de Bijenkorf trouwens. En dan heb je die ook in Sandy kleur, noemt deze. Daar heb ik nog een klein beetje van. En hier ook nog. En beneden heb ik hem ook nog in het zwart liggen. Dus ik ga die alle drie ook meepakken in mijn valies. En mijn nieuwe Dyson, of course, ook. Maar dat ga ik tonen in de volgende vlog, hoe dat die werkt. Ik ga nu even doordoen met mijn valies in te pakken. Maar ik zie jullie uiteraard, binnen 2 weken terug met een nieuwe vlog. Want ik ga dus sowieso filmen op mijn vakantie. Maar ik ga alles proberen te steken in 1 vlog. Ik denk dat dat ook leuker is. En ik ga ook wel voor mezelf even een paar dagjes even niet meer vloggen. Maar ik ga zeker de belangrijkste dingen van mijn vakantie in mijn vlog steken en delen met jullie. Onder andere ook welke outfits dat ik ga aandoen en welke producten dat ik gebruik op vakantie. Dus dat ga ik zeker tonen. En welke leuke plekjes dat we gaan doen op reis. En dan zie ik jullie binnen 2 weken terug op zondag met een nieuwe vlog over mijn vakantie in Saint-Tropez. Tot binnen 2 weken. Bye bye.